Ik ben nu in Riva en ik begin aan mijn favoriete wandeling, de Sentiero del Bonale. En zo dadelijk ga ik een trapje op en dan ga ik boven het Gouda Meer. Kijk, hier zie je een informatiebord. Die kom je overal tegen, deze borden. En daar loopt de weg. En hier zie je dus hoe dat pad verder loopt. Dit is een foto van vroeger, toen ze die weg pas aangelegd hadden. Het nadeel is dat hier heel veel mountainbikers ook zijn. La Bonale, zo heet dus deze weg. Moet je eens kijken wat er allemaal voor waarschuwingen gelden. Nou, je kunt dus rotsblokken op je hoofd krijgen. Je kunt van de weg afvallen. Je moet langzaam aandoen. Ja, oppassen voor mensen met honden volgens mij. Nou, dat je met de kinderwagen gaat lopen lijkt me ook niet echt logisch. En als onweer mag je er ook niet komen. En dat is, ja, volgens mij dat je een helm op moet zetten. En het noodnummer. Nou, hopelijk heb ik dat niet nodig. Ik ben nu gelukkig iets hoger, waar een lekker windje is weer. En je moet alleen heel goed uitkijken dat je niet omvergereden wordt door mountainbikers. Van hieruit kun je heel mooi zien hoe het wandelpad loopt. Ik zal even inzoomen. Die streep daar midden over de berg. Dit is de andere kant en in dat gat daar, uit dat gat ben ik net gekomen. Dat is een tunneltje. En ik laat even zien hoe mooi steil de rotsen hier zijn. En overal stoppen mensen om te fotograferen, natuurlijk, met zeker. Oeps. Even laat ik zien hoe mooi blauw de lucht is en hoe mooi de bergen hier zijn. Achter zie je het wandelpad en het fietspad lopen. En ik weet niet of jullie het horen, maar heel veel vogels en nauwelijks mensen op het moment. Eén meneer. Ik loop nu door een van de tunnels, die zijn er een heleboel. En daar is het heerlijk fris. Echt fijn. Kijk, ik ben er bijna uit. En als je nou verder loopt, dan is het net alsof je in een grote oven stapt. Dan zie je weer mooi het blauwe meer op de achtergrond. Kijk, dit is ook een opwekkend bochtje. En hier. Kijk, nou ja, jullie Engels zal wel goed genoeg zijn, hè? Dit hebben ze neergezet omdat er wel eens ongelukken zijn gebeurd met voetgangers en fietsers. Ik kom hier een Italiaanse mevrouw tegen met iets wat ik nog nooit gezien heb. Ja, babytjes in zo'n ding, die heb ik wel eens ooit gezien. Maar een hond in zo'n draagzak, dat is voor mij toch wel echt nieuw. En hij zit ook zo mooi braaf voor de foto of voor de film te kijken. Hij heeft een douche van zijn baasje gekregen. Een douche en een beetje drinken. En nu heeft hij het heel druk met kijken wie er allemaal voorbij komt. Hè? Ciao! Ciao! Leo! Si chiama Leo, hè? Leonido. Leonido? Detto Leo. Ah. Echt leuk. Als je door zo'n tunnel loopt, dan zie je links allemaal van die gaten. En dan kun je dus mooi naar buiten kijken. En kijk, hier komt weer een fietser aan gereisd. Nog meer.
Maar in die tunnels is het fijn, want dan hebben ze een apart stuk voor de fietsers en een apart stuk voor de voetgangers. Waar ik dus nu op loop. Kijk. Ik ben nu bij een heel mooi terras. Dat gelukkig open is, want ik was hier al eens eerder en toen was het gesloten. Heerlijk weer hier. Lekker windje. Novella, due insalate farcite, novella. Het was dus een bestelling die opgehaald kon worden. Boven het terras waar ik net was, is nog een terras. Dit dus. En van hieruit heb je uitzicht op de waterval. En van de waterval kijk je naar links. En dan zie je het Gardameer. Waar intussen heel veel bootjes zijn. Daar zie je het terras waar ik net zat. En vorige keer ben ik van hieruit naar het Ledromeer doorgelopen. En toen met de bus terug naar Riva. En nu ga ik gewoon dezelfde weg teruglopen. En dan in Riva een heerlijk ijsje eten. En nou, het laatste blik nog even op de waterval. Ik ben weer terug in Riva del Garda. En daar zie je zo'n boot liggen waarmee je naar al die dorpen langs het meer kunt. En nu ga ik bij mijn favoriete ijssalon op het terras zitten. Dit is het dus geworden, een bananensplit. En achter mij is een heel grote tv waar ik hoor dat Max Verstappen in de Formule 1 iets gaan doen is.